was november 2011 toen ik voor de eerste keer Abdij Marienlof bezocht. Ik was toen enorm gefascineerd door de Vlaamse primitieven. Maar toen ik dat reliekschrijn zag, dan dacht ik van nee, dit is het. Het is echt een fantastisch werk. Het is zo verborgen, een verborgen pareltje. En toen heb ik beslist van kijk, we laten die Vlaamse primitieven wat ze zijn. Ik ga me nu focussen en ik wil er echt alles over weten over dat reliekschrijn. Dit is nog zo origineel. Dat moet iedereen gezien hebben. Het heeft al heel hard geleden door zijn geschiedenis. Er zijn stukken afgeschaafd. En dat zie je ook allemaal. Als je het vast hebt, als je ernaar kijkt, dan zie je die geschiedenis. En dat vind ik altijd heel mooi aan een voorwerp. Bijna iedereen die er aan geweest is, kunt het terugvinden. Om het heel plastisch uit te drukken. Naast het Odilia-schrijn dat erkend is als topstuk van de Vlaamse gemeenschap, is er nog een tweede topstuk aanwezig in de abdij van Kolen, namelijk de stoel van de heilige Ludgardus. Het oudste zitmeubel dat in Vlaanderen aanwezig is. Het dateert uit het begin van de 13e eeuw. De abdij Marienlof is eigenlijk een van die vele, vele voorbeelden in Vlaanderen van kloosters die dreigen te verdwijnen. Dit is natuurlijk een uitgelezen kans ook om aan de bezoeker duidelijk te maken, niet alleen hoe belangrijk het is om het religieus erfgoed te bewaren, maar ook om te laten zien wat er allemaal bij komt kijken. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we ervoor zorgen dat het erfgoed dat daar ook eeuwenlang is bewaard, gekoesterd, gebruikt, dat niet verloren gaat. En zeker de kern van die collecties, de stukken die de geschiedenis in zich dragen, dat we die ook blijven doorgeven, dat we die bewaren, dat we die behouden en dat we de betekenis daarvan ook blijven doorgeven aan de volgende generaties.